Nou, het eerste surface ziet er mooi uit. En dan ga ik er eens een kastje van maken. Dan zet ik de referentieschetsen weer even aan. Dan begin ik met een nieuwe schets op het topplane, want ik ga nu in eerste instantie de vorm van de onderbuizing maken. Dus weer Convert Entity. En dan kan die afgesloten worden en dan extrudeer ik hem naar beneden. En dan wil ik hem, even kijken, dan wil ik hem dat die geëxtrudeerd wordt tot die onderlijn die de hoogte van het onderhuis aangeeft. En in dit geval geef ik hem gelijk een draft naar binnen toe. En dan kies ik 10 graden. Dus dat is meer dan een normale draft angle die nodig is voor de kunststofproductie. Maar die kies ik om wat meer vorm aan die onderschaal te geven. Dat is mooi. Nou, ik had dat schuine vlak al aangemaakt. Dus daar ga ik een schets op tekenen. En dan neem ik die bovencontour, die neem ik over. En die sluit ik. Want daar wil ik een vlak in leggen. Dus dan kies je de current sketch en dan maakt hij een planar surface aan. Nou, datzelfde wil ik aan de onderkant ook doen, alleen daar heb ik nog geen plane getekend. Dus als ik nou die constructielijn selecteer samen met het front plane en dan via Insert Reference Geometry een nieuw plane teken. Dan heeft hij dat bodemvlak aangemaakt en daar ga ik een nieuwe schets op starten. En dan neem ik die ondercontour neem ik over. En ook die. Oh. Ook die schets die ga ik sluiten. Ik zet even dat plane uit. Dat zit even in de weg. Dus die schets die sluit ik. En ook daar maak ik een planar surface van. En dan een laatste schets op het frontplane. En dan neem ik eigenlijk al die contouren die neem ik over. Nou, ik zet eerst eens even die schetsen uit. Die staan me nu in de weg. En dan selecteer ik alle edges. En dan weer met Convert Entity naar de huidige schets. En ook daar maak ik een planar surface van. Nou, dan staat er een hele verzameling surfaces, 5 in totaal. Die eigenlijk al de hoofdgeometrie van het kastje vormen. Dus als ik die surfaces alle 5 selecteer en dan vervolgens op de functie Surface Knit klik, dan kan ik de optie aanvinken Try to Form Solid. Nou, laten we dat eens proberen of die werkt. En dat werkt. Dus nu is er opeens 1 solid gevormd. Nou, als ik dan dit zijvlak selecteer en ik kies bij Features de Shell functie en ik geef een wanddikte van 2 mm, dan is er gelijk al een boven- en onderhuis te zien. Nog niet van elkaar gescheiden, dat gaan we zo meteen doen. Maar de hoofdvorm van het kastje is nu eigenlijk helemaal klaar. Om wat meer overzicht te krijgen in de tree, want die wordt al aardig lang, ga ik eerst alle referentiegeometrie selecteren en met de rechtermuisknop
kan ik Add to New Folder aanklikken en dan geef ik die de naam ref. En alle andere features die ik net heb aangemaakt, ook weer met de rechtermuisknop Add to New Folder, geef ik de naam hoofdvorm. En op die manier krijg je gewoon veel mooier overzicht over de verschillende features. Die feature tree die wordt straks nog veel langer, maar op die manier hebben we er in ieder geval een ordening in aangebracht. Nou, nu wil ik het boven- en het onderhuis wil ik van elkaar gaan scheiden en daar komt een lib-groove-binding tussen. Dus ik ga nu een surface creëren wat precies die vorm van die lib-groove heeft. Maak even de frontschets die maak ik zichtbaar en dan begin ik ook een nieuwe schets op het frontplein. Nou, in eerste instantie haal ik alleen die horizontale lijn door de origin, die haal ik over met Convert Entity. En die probeer ik wat te verlengen. Op het moment dat je een lijn overhaalt met Convert Entity, dan kun je daarna altijd de eindpunten gewoon verslepen. En dat is in dit soort gevallen is dat erg handig. Nou, daar kan ik vervolgens een Surface Extrude van maken. En die moet in ieder geval langer zijn dan het. Die moet uit de behuizing, buiten de behuizing steken. Dat doet hij in dit geval, dus dat is prima. En die hide ik even. Dan maak ik de referentieschets van het topaanzicht, die maak ik even zichtbaar. En dan begin ik een nieuwe schets in het topplein en dan haal ik alleen die buitenste contour van de behuizing, die haal ik over. En nu ga ik even de solid body ga ik hiden en ook de referentieschets in het topaanzicht. Om beter zicht te hebben wat ik nou precies heb gedaan. Die schetslijn die zet ik op constructie en ik maak nu even een offset van 1 mm. Nou, die 1 mm die is goed. Zoals ik al eerder liet zien, de wanddikte van de behuizing die heb ik 2 mm gemaakt. En ik ga nu de verticale wand van die lip groove, die ga ik precies op de helft daarvan construeren, dus op 1 mm. En ook daar ga ik weer een extruded surface van maken. Moet ik even kijken of ik die. Nee, dat werkt nu even niet. Nou, ik zet hem even de andere kant op en dan geef ik hem een verkeerde hoogte van 5 mm. Maar het gaat nu even om het idee. De draft angle die staat nog op 10 graden. En hij staat naar buiten toe en dat is niet goed, want die behuizing van het onderhuis die moet naar binnen lopen. Dus ik zet hem naar binnen en dan zet ik hem weer op 10 graden. Omdat dat onderhuis, dat had ik ook een draft angle van 10 graden gegeven. En dan accepteer ik hem even. En dan heb ik dus een verticaal surface gecreëerd. Maar wel met de verkeerde hoogte. En die hoogte die wilde ik eigenlijk uit de referentieschets van het frontplein halen. Dus die zet ik alsnog aan. Dan ga ik iets inzoomen. En dan edit ik dat surface. Dan kies ik in plaats van blind, kies ik up to vertex. En dan selecteer ik alsnog die lijn, als dat kan. En waarom doet hij dat niet? Nou, dat is vreemd. Dus die sluit ik hem toch weer even af zonder dat
aan te passen. En dan ga ik naar een punt in de tree voor dat surface. En dan ga ik op de juiste hoogte, bij die lijn dus, en samen met de frontplane, ga ik een nieuw hulpplane aanmaken. Insert reference geometry plane. Als ik even uitzoom. Ja, dat plane dat ligt precies op de goede hoogte. Dus dat is prima. Zet ik even uit. Dan ga ik weer naar beneden in de tree. Edit surface. Up to surface. En dan kies ik plane 4. Nou, nu heeft hij de hoogte van dat surface heeft hij exact tot dat plane gemaakt. En dat plane is sowieso al handig, want daar begin ik nu een schets op. Dan ga ik even inzoomen op de onderedge van dat surface wat ik net heb aangemaakt. En die selecteer ik en die haal ik over met Convert Entity. En dan zoom ik weer even uit. En dan sluit ik die schets. En dan maak ik daar een planar surface van. En als ik nou dat surface weer even aanzet wat ik gehaaid had. Oh, dat wordt misschien een beetje verwarrend. Even kijken. Als ik even ga inzoomen op. Ja. Nou, wat ik nu wil is dat middengedeelte van dat boven surface wil ik weggooien. Dus wat ik ga doen is ik selecteer het zijvlak en dat bovenvlak. En dan kies ik bij de surface features, kies ik trim surface. En dan geeft hij de optie mutual. En dat is op zich prima. En dan staat hij nu op remove selections. Nou, dat is in dit geval prima. Soms is het handiger om op keep selections te klikken. Nou, in dit geval remove selections. Dus ik wil dat middenvlak wil ik eruit gooien. Dus die klik ik aan. En dan heeft hij dit surface en dit surface heeft hij samengevoegd tot één nieuw surface. Is dat zo? Nee, het is nog wel, het zijn twee losse surfaces. Dus ik heb nou in totaal drie surfaces daar. En die vormen samen het surface waarmee ik de solid kan gaan afsnijden. Even kijken of dat een beetje te zien is. Het is nu vrij slecht te zien, maar ik ga het gewoon eens proberen. Die solid die haal ik weer even. Nu wil ik dat die drie surfaces, die moeten wel samengevoegd worden. Dus ik selecteer ze alle drie en ik maak daar een surface net van. Dus nu is het één surface geworden. Nu ga ik die solid, dus het boven- en het onderhuis, ga ik splitsen. En daar is een functie bij de features, dus niet onder de surfaces. Maar bij de features zit de functie split. En dan kan ik een trim tool selecteren en dan kies ik die surface net die ik net heb aangemaakt daarvoor. En bij resulting bodies kan ik de onderbody selecteren. Maar ik wil het bovenhuis natuurlijk ook houden. En als ik nu die surface net even hide. En dan ga ik even kijken wat ik nou precies gemaakt heb. Dan zie je hier dat het opeens twee solid bodies zijn geworden. En die zijn precies over dat surface, over die surface net van
van elkaar gescheiden. Dus nu staat het grootste deel van de lip groove staat er al, behalve eigenlijk het kleine stuk wat hier ontbreekt. En dat gaan we er vanaf snijden. Even kijken. In dit geval ga ik de bovenbody, die ga ik even hiden. En dan maak ik een nieuwe schets op het frontplein aan. En dan wil ik hem gaan afsnijden over die lijn. Dus die lijn die haal ik over. Even kijken. Dan ga ik daar een surface extrude weer van maken. En nu kies ik de feature cut with surface. En hij heeft dat surface wat ik net heb aangemaakt, heeft hij al geselecteerd. Hij staat op auto select, dat wil ik niet. En dan wil ik dat hij deze behuizing gaat afsnijden. Nou, dan zie je dat hij, in dit geval heeft hij de onderkant die ik wil houden, die heeft hij weggegooid. Dus ik ga die feature even editen en dan gooi ik, dan zet ik hem hier, verander ik die richting. Het is eigenlijk vreemd dat hij dat niet in een soort preview aangeeft, maar goed, het is een kwestie van even proberen. Nou, de surface die kan ik hiden en als ik de bovenbehuizing nu weer aanzet, dan zie je dat er nou een mooie lip groove ontstaan is. Nou klopt er nog één ding niet, en dat is namelijk de lossing op dit vlak. Dus dit vlak moet ik gaan herstellen, zodat hij een lossing de andere richting op krijgt. En voor de rest ziet de lip groove er nu helemaal mooi uit. Om die lossing wel goed voor elkaar te krijgen, ga ik eerst eens even de onderbehuizing uitzetten en de referentieschets in het frontaanzicht. Nou, ik had een plane aangemaakt wat hier precies op de onderkant van de lip groove ligt. Daar begin ik een nieuwe schets op en dan haal ik die onderrand, die haal ik even over met Convert Entity. Extrudeer ik een surface naar boven toe en die geef ik een draft van 2 graden. Dus 2 graden naar binnen toe. Dus dat betekent dat hij dan wel de goede lossing gaat krijgen. Hij staat op blind extrude, maar ik kies in dit geval up to surface. Hij geeft nu geen preview, maar hij doet het wel gewoon. Dus hij heeft nu een vlak aangemaakt wat precies tot dat binnensurface geëxtrudeerd is. En dat vlak staat nog geselecteerd. En als ik daar nu een thicken aan geef. Nou, even kijken of 1 mm voldoende is. Hiermee kun je de richting van de thicken aangeven. Nou, laat ik hem eerst eens op de eerste optie. Ja, kijk, dan zie je met de preview dat hij naar binnen staat. Dat is niet de goede richting. Dus ik kies de andere kant op en dan accepteer ik hem. En dan heeft hij die 2 features heeft hij gemerged. Dus er is nu 1 solid ontstaan met de juiste lossing naar binnen toe. Nou, die hoofdvorm van de behuizing zit er nou in. Dus ik maak even de onderbehuizing zichtbaar. Om die vorm nou goed te kunnen beoordelen, selecteer ik beide bodies en de frontplane. En dan ga ik die even mirror,
mirror spiegelen. Even kijken in het topaanzicht. Nou, het ziet er redelijk uit, alleen ik vind dat hier wel iets vreemds gebeurt met de hoofdvorm. En dan is het wel makkelijk dat we gewerkt hebben met die referentieschetsen, want ik kan nu die referentieschets, kan ik bijvoorbeeld die maat gaan tweaken. Dus laat ik er eens 24 van maken. En die maak ik iets groter, dus ook bijvoorbeeld 24. Die hendel die wil ik wat minder invloed laten uitoefenen. Even kijken of dit verschil uitmaakt. Hey. Kost even om het door te rekenen. Ja, dit is al beter geworden. Ja, vind ik zo wel goed. En dan gooi ik die feature, die spiegel feature, die gooi ik er meteen weer uit. Zo. En dan kunnen we beginnen met de detailgeometrie.